hier in Spanje. Het zonnetje schijnt. Maakt heel Eibar zich op voor de wedstrijd straks hier in Iporua. Welkom iedereen. Ik ben Sierte Vosje, commentator. En naast mij zit collega Jeroen Groot. Samen heet u van harte welkom. We denken dat dit een bijzondere wedstrijd kan worden. Genoeg reden om een mooi duel te verwachten. Het publiek is gereed. De scheidsrechter is gereed. De spelers zijn er klaar voor. En wij zitten er ook klaar voor. Kortom, we kunnen beginnen. En zo gaat het eerste team spelen. Volgens mij stuurt de trainer hier op een gelijkspelletje aan. Anders zou hij vast een aanvallendere tactiek hebben gekozen. Ja, dat denk ik ook, Siert. Want man, wat is dit een behoudende opstelling, zeg. En zoals we vaker hebben gezien van dit team, kunnen we ook vandaag een speelstijl verwachten die erop gericht is de tegenstander onder druk te zetten. Je krijgt dan over het hele veld van die paardjes. Ja, en niet alleen als het gevaarlijk wordt. Eigenlijk al op de helft van de tegenstander. Zo kun je meteen gevaarlijk worden als je de bal verovert. Want je staat overal 1-1. Aftrap, eerste helft. Ik ben benieuwd. Ja, goed gedaan. De scheidsrechter keek het even aan, maar er was toch geen sprake van voordeel. De scheidsrechter waarschuwt de speler wel, maar geeft geen kaart. Dribbelt verder richting doel. Verdediger doet zijn werk. Voorzet afgestopt. Bal buiten de lijnen. Inworp. Al vroeg druk gezet. Een routine klusje voor de doelman. Dit schot. Ze krijgen het balbezit weer. Het team bouwt op en bekijkt de mogelijkheden. Oh, hij gaat zijn tegenstander voorbij. Maar zo makkelijk kom je er niet doorheen, blijkt nu. Brian. Zonde om die bal zo weg te geven. Richting het doel van de tegenstander. Ja, en daar gaat het balbezit. De tegenpartij neemt de bal over. Kijk, het lijkt zo makkelijk, hè? Het is oh zo moeilijk. Uitstekend. Geraffineerd hoe ze hier de bal rondspelen. Geen probleem voor de keeper. Hij zag hem al lang naast gaan.
Right. Pecco gaat de bal uit. Inworp tegen. De kans om voor te komen. Hij houdt hem wel knap uit. Hoekschop komt voor. Om 100 van die ballen, denkt de doelman. Christian Gentner. Doet hij goed? Right. Hij schiet die bal ver naast. Over de lijn, inworp. Oh, en onder zware druk. Ze roepen het over zichzelf af. Goeie tackle en bal terug in bezit. Ze wouden op. Ze zijn op zoek naar een opening. Hij kan de voorsprong pakken. Hij gaat er nog bijna in ook. Oh, moeilijk hoor, vanuit deze hoek. Nou, dat was wel heel moeilijk hoor. Om dat voor elkaar te krijgen, dan moet je bijna geometrie hebben gestudeerd. Christian Gentner. Blijft aan de bal. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Ja, nee, ja, nee, keepertje, goed zeg. Hem passeer je niet. Schitterende redding. Hij weet hem te onderscheppen. Nog 2 minuten extra speeltijd. Zo geef je een bal onnodig weg. Er wordt afgefloten. Einde van de eerste helft. Het fluitsignaal voor de aanvang van de tweede helft. Hier in Ipurua. De speler raakt het balbezit kwijt. Nog steeds iets verder. Pakt hij de leiding. Bal weggebokst, gevaar geweken.
En hij komt eruit met de bal. De doelman en die redding, mooi gedaan. Ja, dat doet hij geweldig. Hij laat die doorgebroken speler niet scoren. Komt de hoekschop in het midden. Ze krijgen die bal maar niet weg. Ik kan hem nog wel scheppen. De tegenpartij mag ingooien na die ingreep. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Ze mogen een inworp nemen. De verdediger doet zijn werk. Voorzet afgesloten. Via tegenstander komt de bal achter. Dus we krijgen een hoekschop. In het midden van de 16. Dat is maar half werk. Gevaar is nog steeds niet geweken. En die bal wordt goed geblokt door een speler. Hij is de bal kwijt. Zwakke paas, zeg. Zonde. Ze hebben hem nog niet kunnen afstoppen hier. Ja, en daar gaat het balbezit. De tegenpartij neemt de bal over. Hieruit kan een counter voorkomen. Die kan hij onderscheppen. Balbezit na die sterke tackle. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Eens te meer te makkelijk afgestaan die bal. En hij heeft de bal. Schot gelost. Nou, en dan gaat hij er toch in. Een laat openingsdoelpunt. Ik dacht, die komt niet meer. Maar ja, daar is hij dan. En nu doet hij niet ook meer. Want ik ben de tegenstander. Jongens. Wat een geklunst. Ja, je gaat toch niet op deze positie de bal kwijt. Hè? Je moet beter opletten. Bij de les blijven. Dit leidt uiteraard tot de tegengoal. Zo tegen het einde van de wedstrijd de voorsprong pakken, dat kan doorslaggevend zijn. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Na die tackle is hij de bal kwijt. Wat een schitterende steekpaas. Bang, die bal kaatst terug van de paal. En dat betekent einde aan het gevaar. Ja, dan was de voorsprong bijna verdubbeld. En ik denk dat het dat toch een andere wedstrijd was geworden. Maar die inzet komt op het einde. Tot teleurstelling van de speler, tot opluchting van de keeper. Hij komt nu dichter in de buurt van het doel van de tegenstander. Hij blokkeert het schot.
Ze zetten veel druk op de bal. Nog 5 minuten te spelen en daarin moeten ze de voorsprong vasthouden. Er is alweer even aan de bal. Daar zit hij mooi tussen. Goeie ingreep. Nog voor een inworp voor de tegenstander. Ze gaan een nieuwe speler inbrengen. Schept. Er wordt aangegeven dat er 3 minuten speeltijd wordt toegevoegd. Nog steeds aan het dribbelen op weg naar het doel. Deze kans moet erin en hij voorkomt dat doelpunt. Ja, normaal is dit gewoon een treffer, zo 1-op-1 voor de keeper. De bal komt voor het doel. Ja, het leek een doelpunt te worden, maar de bal wordt vlak voor de doellijn gekeerd. Ja, dat is wat je noemt een puikstaaltje verdedigen. Het fluitsignaal klinkt, einde duel. En de overwinning gaat hier naar het bezoekende team. Het was niet zo dat één ploeg duidelijk beter speelde dan de ander. Maar ja, dat ene doelpunt verschil, hè, dat geeft dan de doorslag. Ze weten vandaag een mooi resultaat neer te zetten. En zijn goede spel heeft daar zeker aan bijgedragen. Hier de maker van het winnende doelpunt. Dat zijn we eigenlijk wel gewend van deze speler. Die is levensgevaarlijk. Staat er eigenlijk altijd op het moment dat het nodig is.